Hallo videomensen, wat leuk dat je hebt geklikt op deze leuke thumbnail. Welkom terug bij een nieuwe Jones Memes. Jongens, ik ben wat kwijt. Mijn handmic, maar hij is weg. Ik weet niet waar die is. Hij is verdwenen. Het is mee. Handmic, man. Ik weet niet, staat hij aan? Ja, hij staat aan. Oké, hij staat aan. Nou, staat hij aan? Ik weet niet. Staat hij aan? Staat hij aan? Ja, hij staat aan. Hallo cameramensen. Mag ik de memes niet gewoon hier bekijken, dat je gewoon constant wisselt? Ik kom op gewoon naar je toe. Oh, Don. We hebben geen meneer. Hoezé, applaus in de chat. Hallo, het is Don. Hey. Gamim Neer is hier. Hallo. Gamim Neer presenteert Jones Memes. Wie had dat ooit gedacht? Feest. Don, we zitten midden in een oorlog eigenlijk, hè? Is dat zo? Waarom heb je hier eigenlijk op toegestemd? Ik weet niet. Ik vroeg jou ook gewoon van, Don, zou je Jones Memes willen hosten? Ik heb nog geen boodschappen, dus ik zat eigenlijk te hopen dat jij mijn avondeten zou betalen vandaag. Ja, dat is goed. Oké. Oké, dat is de deal. Don host Jones Memes. En we hebben hier al op de subreddit, waar trouwens 2.1k mensen op zitten. Thanks voor de 2k. Ja, jij zit nu echt te denken van, dat is echt wel heel weinig, Joost. Kom op. Nee, ik zit te kijken wat die coins eronder zijn. Coins? Ja. Ja, dat is nieuw. Ik heb 100 coins. Hoe kom je aan 100 coins? Ik weet het niet. Wat zijn coins? Is dat nieuw? Is Reddit veranderd? Nee, maar bedankt voor de 2k video, mensen. Erg leuk. Hey, ik heb op de subreddit heb ik zo'n mooie Don naar beneden Jones omhoog filter. Ik voel me niet welkom hier. Het is oorlog, Don. We moeten kijken naar de oorlogspost. Maar de eerste. Heel Nederland zegt aan mij dat Jeremy en Gamim Neer zijn beter. Ja, dan word je boos om. Ja, dat snap ik flink wel. Flink boos. Hoe is deze oorlog trouwens ooit tot stand gekomen, Don? Dat vraag ik me een beetje af. We zijn op een gegeven moment gewoon een keer boos naar elkaar geworden. Van, ja, maar hij heeft de meme show en hij ook. Oké, klootzak, flikker maar op. Ja, dit is wel een mooi rijtje. Ja, ik heb letterlijk ook deze gehad. Alleen dat jij dan voorop zat. Oh, echt? Ja. Volgens mij is hij echt iedereen subreddit langs gegaan. En gewoon iedereen op een andere plek gezet. Scroll even verder. Wat hebben we hier? Triple kill. Oh, kijk eens even. Ja. Je hebt hier Jeremy, Meme Tiger en Gamim Neer in het midden. En boom. Ik als Ray, Star Wars, Joost in Star Wars. Hit ja, maar me het up. Is wel triple kill met dubbel P en dat kan niet. Oef, ja. Dat is inderdaad niet hoe je het schrijft. Goed geprobeerd, jong Zeth. Niet akkoord. Niet akkoord, maar wel een leuk meme-pie. Alle meme-shows zijn goed, behalve Gamim Neer. Nee. Wow! De menigte. Dit is verschrikkelijk. Ze zijn hard hoor, hier op de subreddit. Ja. Maar ze zijn... Oh, ik moet trouwens ook zeggen, bij jullie zijn ze ook wel hard hoor. Ze zijn echt hard. Maar krijg jij ook dislikes op je video? Ja, volgens mij wel. Meme-tijger, die krijgt dat gewoon echt for real. En dan zit ik echt van, jongens, stop nou even. Ja, ik zag je laatste video. En toen dacht ik van, er zijn best wel wat dislikes bij Link. Wat heb ik... 120, dat valt ja, nog mee. Nou ja, maar het is meer dan normaal gesproken. Het is wel meer, ja. Maar als je de comments ook leest, het is vaak alleen maar van Gamim Neer is beter. Dat valt nog mee. Het is erger geweest. Ik denk dat ze eigenlijk gewoon allemaal boos zijn dat je 500k nummer nog niet gelanceerd is. Geloof me. Hier, dit is de normale subreddit. Dus er zijn waarschijnlijk alleen, ik scroll 3 keer of 2 keer en er stond waarschijnlijk wel een 500k meme. Ja, ik zag er volgens mij net alleen. Ja, hier, 500k zo nog uploaden. Nee, het is niet mogelijk. Don verliest een titel ooit, Joost op dat moment. Let me press F on the world's smallest keyboard. Oh, die is echt heel leuk. Toen ik deze voor het eerst zag, vond ik hem ook wel heel mooi. Normaal staat die viool. Ja, die viool, ja. Joost gaat nooit winnen van Don. Joost, observe. Observe. Ja. Het is wel grappig. Sommige kijkers zijn echt helemaal van... Oh, Joost gaat ooit wel de oorlog winnen. Maar wat zijn eigenlijk de... wat zijn de voorwaarden? Wanneer wint iemand? Ja, wanneer iemand anders stopt met de show. Dus daarom had ik zeg maar ook het idee, zeg maar, dat... Jeremy, toen die stopte, dat ik zo van, ik heb gewonnen. Ja. En dan was hij gewoon even 3 maanden van de radar en toen kwam hij weer terug. I'm the dumbest man alive. Ga meneer eens leuk, man. You're clearly dumber. Ja, ik heb deze templates heb ik inderdaad eigenlijk al een beetje te vaak gezien. Ik zit te hopen inmiddels dat ze een beetje buiten dat gaan, dat ze gewoon met een nieuw plaatje komen. Ook al is het hetzelfde grapje, maar gewoon een nieuw plaatje, dan zit ik al van, ja, je hebt een beetje onderzoek gedaan of zoiets. Nou, ik hoop gewoon stiekem dat ze gewoon... Een plaatje maken met gewoon mijn foto's of zo. Of screens van een video. Net als die van... weet je wel, die komt ook wel vaak langs dat jij hem doet. Precies. Dat zijn leukere. Joost op bezoek komt bij Don en hij begint over Jones memes. Don! Stap in! Waar is die kist? Hij moet hier ergens zijn. Dat is alleen wanneer jij... Op bezoek komt. Maar wat dan als jij bij mij op bezoek komt? Ja, dan krijg ik gratis eten. Enemy found. Gamim Neer, enemy. Oef. 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 Oef, Don. Nou, oké, ja. Opperkoter is niet meer welkom. Al zie ik die op mijn subreddit, dan ben ik hem gewoon. Die probeert iedereen gewoon even in te balsemen met zijn Zwitserse methodes.
Piespeuk. Neutrale opperkozer. Ja. Ga mimimi neer. Oh ja, heel goed. Jones. Hij is gelijk een stuk minder grappig. Zo moeilijk is het toch ook niet, of wel? Nee, er zijn maar twee ME's. Ja, het is zo zonde. Het is gewoon zo zonde. Had beter gekund. Maar we scrollen nu ook wel heel ver. Hè? Dit zijn nog maar posts met maar 7 upvotes. Maakt niet uit. Een ME te veel is ME te veel. Ja, al was het gisteren geschreven of een jaar geleden. Gewoon één view ook. Bruh. Oh, dat is eigenlijk ook gewoon best wel een diss naar jou toe. Ja. Waarom staat het op mijn subreddit? Goed gedaan, Six. Je krijgt een promotie op mijn... Als ik kom ik op jouw subreddit, kijk, zie ik deze post met echt iets van 500 upvotes of zo. Yeah. En deze 2 op mijn subreddit. Wanneer Joost ziet dat Gami meer views heeft dan Jones memes. Ja, maar ik ga me niet elke week weer door het raam gooien, jongens. Come ja, dat on, is een man. Beetje kostbaar, elke keer die ruiten. Mijn hoofd. Denk aan mijn hoofd. De Gami meer coaches die trash talk op Joost zijn sub. Knapen die gewoon memes voor Jones maken. Ja, dit vind ik, deze is terecht. Ja. Deze klopt. Ja, toch? Ik raad jullie ook niet aan om te trash talken. We kunnen gewoon... normaal met elkaar omgaan en alsnog oorlog hebben. Maak gewoon memes op elke subreddit. Maar alsnog oorlog! Joost op tijd uploaden, Don. Ja, echt hoor. Let me slow. Ook gewoon vandaag was het ook weer zo ver geweest. Hey. Ik zou hier om 3 uur zijn. Ja. Tenminste, het zou mij niet lukken vanwege file. Maar Joost die liep gewoon nog even in een Zweedse meubelzaak rondom dat moment. Nou, het was dus zo, eerst gingen we lunchen daar. En tijdens het lunchen realiseerde ik me van... I cannot be here. Maar het is wel lekker. Ik bedoel, het is een meubelzaak die een restaurant erin heeft gebeukt. Hoe briljant is dat? Ja, maar goed, ik snap je punt. Maar ja, puntje bij paaltje. Uiteindelijk kwamen we hier nog op hetzelfde tijdstip aan ook. Ja, het was in the end, it all works out. Ja. Oh god. Oh, dit is een TikTokie. Gewoon iemand heeft een TikTok gemaakt over ons. Slender Papi. Ik ben nou benieuwd. We gaan even de koptelefoon die opdoen. Ik moet dat waarschijnlijk toch eruit editen. Volgens mij heeft hij het verkeerde... Oh. Yes. Koffie en een bitch slap op het einde. Hij was Is dit zeg maar... Was dit een gewoon TikTok filmpje en dan die tekst eroverheen geëdit? Of is dit gewoon met die tekst... Nee. Deze TikTok? Guy heeft dit in TikTok echt ook daadwerkelijk... Dit is een Nederlandse guy. Dan vind ik het wel tof gedaan. Ik zou eigenlijk een OC moeten krijgen ook. Ja, ik heb die OC helemaal niet. Dat is zeer treurig. Ik doe wel een upvotje zo. Ja. Weet je? Ook al is het een maand geleden geplaatst. Gewoon een upvotje. Is gewoon helemaal prima. Ja, kan allemaal. Did you defeat Gamim neer? Yes, what did it cost? Everything. Zat ze nu. Maar je bent er nog, toch? Ja, ik snap het niet. Maar het is wel leuk dat je paars bent geverfd. Ik ben Ten Jones. Jonos. Jonos past misschien ook wel beter. Ja. Jonos. Zo. Wow. Wanneer je Gami neerkijkt onder Joost zijn toezicht. Are you challenging me? Dat zou wel gewoon shit zijn. Als jij bijvoorbeeld, weet ik veel, een meet and greet hebt. En dat er iemand nou gewoon zeg maar in de rij staat. Te wachten totdat hij aan de beurt is. En dat hij gewoon Gami neer zit kijken. Oef. Dan is het gewoon, nee, jij krijgt geen meet and greet meer. Ga maar weg. Get out here. Ouwe, dat gebeurt echt vaak hoor. Dat mensen in real life op me afstappen. Gaan zeggen, Gami neer is beter. En ik serieus? Nou, bedankt voor je mening. Oké, laten we gewoon eventjes naar de normale subreddit gaan. En gewoon kijken wat de top is van deze week. Er staan vast wel wat leuke meme-pies tussen. Sowieso al die 500k. Ah, ja, maar dit is letterlijk... Ik had dit letterlijk in mijn vorige meme-show ook al gezegd. Van, stop met de 500k song memes. Het zijn er zoveel. Dus hoop, dan komen er juist meer. Ja, echt zo. Dit is een nieuwe memerij-serie. We gaan de tweede beste memeshow van Nederland worden. En elke week een nieuwe aflevering. En elke week een nieuwe aflevering. Shut up, man. Ik zie de soeploop hier. Ja, de soeploop! Ik moest zo hard lachen om dat woord. Ja, het is een ik vind hem leuk. De soeploop. Het begon iemand met dat eerste plaatje. Ik zei van, je doet het niet goed. Maak de soeploop beter. Ja. En toen moest ik heel hard lachen om het woord soeploop. Maar iemand heeft het gedaan. Upvotje voor jou. Maak hem af. Ik wil volgende week... volgende plaatje zien. Ik mogen we ook een soep aanvraag doen? Oh, dat was dat het een soort soep. Elke week een nieuwe soep is. En dan uiteindelijk als je door alle soepen heen bent, dat je dan weer opnieuw begint. Oké, jongens, volgende keer champignonsoep. Ze kunnen de groeten krijgen. Nou, ik heb dit vorige week al uitgelegd, jongens. Ik ga het niet nog een keer doen. Kijk de aflevering van vorige week als je een korte sneak peek wil horen van de song. Heb jij hem gehoord?
Volgens mij wel een keer, maar dan kan ik me niet meer herinneren. Nee, maar in de aflevering van vorige week had ik... Heb ik niet gekeken. Dan druk ik even op het i'tje. Oh ja, ik druk wel even op het... Nee, die kant. Wel die kant? Ja, okay. Oké, class. Flirting is now a school subject, so it's time to get smooth. Let's start with an example. Who wants to go first? Jose, get up here. Hij ook gewoon Jose. If some hot piece caught your eye, what would you say? Ik kijk Jones memes. Heel goed. Nou, dat is goed. Ja, die is A+. Geinig. Die is geinig. Geinig, ja. Elk meisje wil je dan. Weet je, je weet al die ex-body sprays, right? Ja, ik wilde het net zeggen. dat die reclame, dat je dat helemaal onderspreekt. Dat al die vrouwen op je afkomen. Zeg, ga gewoon in een plein staan, schreeuw. Ik kijk Jones memes. Ja. Zo'n magneet. Wanneer Joost een soeploop wil, maar ik ben de enige die hem kan maken omdat het mijn setup is. Stonks. Deze man. Nou, eigenlijk had hij gewoon upvotes moeten neerzetten. Ja, upvotes inderdaad. Maar upstonks. Heeft hij nou ook daadwerkelijk, was dat ook hem, zijn soepie? Dat moet wel. Ja, het is dezelfde guy. Ja. Zie je, het is echt dezelfde toetsenbordje. Oh man. Nou, tot volgende week, weet je, Miri. Ja, maar dan is het inderdaad zijn soeploop. Champignonsoep. Ja, hij heeft wel veel upvotes, dat is wel nice. Ja. Oh, dit is de laatste. Banned. The servers automatically banned you for saying a bad word. You said Don is the best. Ja, moet je voor geband worden. Dan kun je niet meer op Club Pingwing. Nee, dat kan sowieso niet meer. Rip droevige tijden. Zeer droevig. Dat was de laatste meme. Oef. We've scrolled to the end. Goed, bedankt voor het kijken. Ja. Druk op de twee knoppen naast Joost. Mocht je twee andere video's willen zien. Wil je meer van Ga Meme Neerzien. Druk op het linkje in de beschrijving. En bedankt NordVPN voor het... Nee? Ze sponsoren iedereen, Joost. Ja, maar niet deze video. Oh.